Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Mr. Rhino en welkom bij een nieuwe aflevering van Combat Junkie. De serie waarin ik met jullie verschillende militaire conflicten door de jaren heen bespreek. De afgelopen twee afleveringen hebben we het gehad over de Eerste en Tweede Boerenoorlogen. En vandaag gaan we het hebben over de Mexicaans-Amerikaanse oorlog. Laten we beginnen met deze aflevering. De Mexicaans-Amerikaanse oorlog, soms ook de Amerikaans-Mexicaanse oorlog genoemd, was een oorlog tussen Mexico en de Verenigde Staten van Amerika tussen 24 april 1846 en 2 februari 1848. De oorlog vond overduidelijk plaats in Mexico en het eindigde in een Amerikaanse overwinning en de vrede van Guadalupe Hidalgo. Casus Belli, een grensconflict in Texas, Thornton affaire. Territoriale veranderingen. Mexico verliest Opera Californië, Nuevo Mexico en alles ten noorden van de Rio Grande. De strijdende partijen waren de Verenigde Staten en de Republiek van Californië tegen Mexico. Met Zachary Taylor en Winfield Scott als leiders en commandanten aan de kant van de Verenigde Staten. En aan de Mexicaanse kant waren Mariano Arista en Antonio López de Santa Anna de leiders en commandanten aan de kant van Mexico, zoals ik dus zei. De troepensterkte was 90.000 man voor de Amerikanen en 40.000 voor de Mexicanen. Wanneer het op verlies aankomt, waren er 13.271 doden en 4.152 gewonden aan de kant van Amerika en 25.000 doden en gewonden aan de kant van Mexico. Een achtergrond van de oorlog. Na het invoeren van een centralistische wetgeving in Mexico had Texas zich in 1835 onafhankelijk verklaard. De Mexicaanse president-dictator-generaal Antonio López de Santa Anna marcheerde met een leger op naar Texas. Nadat hij eerst de slag om het fort de Alamo had gewonnen, werd de Santa Anna in de slag bij San Jacinto vernietigend verslagen. De Santa Anna tekende een verdrag waarin hij de onafhankelijkheid van Texas erkende. De Mexicaanse regering was woedend op de Santa Anna en weigerde het verdrag te erkennen. In 1845 werd Texas als staat toegelaten tot de VS, tot grote woede van Mexico. De Nueces Rivier vormde de zuidelijke grens van Texas. Dat had de VS in 1819 erkend in het Arams-Onis verdrag met Spanje. Spanje deed met dat verdrag afstand van onder meer Florida. En in het verdrag werden toen de grenzen tussen de VS en Spaanse bezittingen vastgelegd. Maar de Amerikaanse regering eiste nu het hele gebied tot aan de Rio Grande op voor Texas.
Intussen probeerde de Amerikaanse regering het gehele noorden van Mexico te kopen, maar de Mexicanen weigerden het gebied te verkopen. Toen de Amerikaanse regering merkte dat Mexico de gebieden niet wilde afstaan, stuurde president James K. Polk generaal Zachary Taylor naar het gebied tussen de Nueces en de Rio Grande. Op 25 april 1846 ontstond een gevecht, de Thornton-affaire, waarbij 16 Amerikanen en een onbekend aantal Mexicanen om het leven kwamen. Hierna hield president Polk een vlammend betoog in het congres. Amerikaans bloed is gevloeid op Amerikaanse grond, aldus Polk. Het congreslid Abraham Lincoln betwistte als enige deze bewering op basis van het bovengenoemde verdrag uit 1819 en genoot sindsdien de bijnaam Honest Abe. Op 13 mei verklaarde het Amerikaanse congres Mexico de oorlog en 10 dagen later verklaarde Mexico de Verenigde Staten de oorlog. De verloop van de oorlog. Admiraal John D. Sloat werd naar het destijds Mexicaans Alta California, het tegenwoordige Californië, gestuurd waar Amerikaanse kolonisten een onafhankelijke republiek hadden uitgeroepen. Sloat hielp de Californiërs het Mexicaanse leger te verjagen. Intussen veroverde Stephen W. Kearny New Mexico. Daarna werden ook San Diego en Los Angeles bezet. Generaal Zachary Taylor was inmiddels de Rio Grande overgestoken. Hij versloeg in september nipt een Mexicaans leger in de slag bij Monterrey. Santa Anna, die de macht had gegrepen in Mexico, marcheerde met een leger op tegen Taylor, maar werd in de slag bij Buena Vista verslagen. De Amerikaanse regering verzocht Mexico zich over te geven, maar Mexico weigerde. Daarop landde Winfield Scott bij Veracruz. Hij wist de stad in te nemen en marcheerde verder op naar Mexico stad. Rond Mexico stad werd zwaar gevochten tijdens veldslagen bij Contreras, Churubusco, Molino del Rey en Chapultepec. Bij deze laatste slag kwamen de Ninos Heroes om. Voor Mexico werden zij onsterfelijk. Op 15 december 1847 was het laatste Mexicaans verzet gebroken. Op 2 februari 1848 werd de Vrede van Guadalupe Hidalgo getekend, waarmee de oorlog ten einde kwam en Mexico een derde van zijn grondgebied afstond aan de Verenigde Staten. De oorlog had aan 25.000 Mexicanen en 13.000 Amerikanen het leven gekost. Nasleep. Door deze oorlog kwam de grens tussen de VS en Mexico een stuk zuidelijker te liggen. In Mexico leidde de oorlog tot een diep wantrouwen tegenover de gringo's. President Porfirio Díaz zou later naar aanleiding van deze oorlog zeggen: Arm Mexico, zo ver van God en zo dicht bij de VS. In het noorden van de VS stond men ook niet al te positief tegen deze oorlog. Men zag het als een poging van de zuidelijke staat om het gebied waar slavernij was toegestaan te vergroten. Ulysses S. Grant zag de Mexicaans-Amerikaanse oorlog als een van de oorzaken van de Amerikaanse burgeroorlog en noemde het een van de oneerlijkste oorlogen die ooit door een sterker tegen een zwakker land is gevochten. Dat lijkt me allemaal wel duidelijk, Rhino's. En dat was dus de Mexicaans-Amerikaanse oorlog. Ik zie jullie volgende keer weer wanneer we een ander militair conflict gaan bespreken.